Mario Bulate, welkom terug op Sundert. Dankjewel, vriend. Het is een tijdje geleden dat we jou hier hebben gezien. Kun je eens vertellen hoe de afgelopen periode is geweest? Ik denk een emotionele rollercoaster, op z'n zachtst gezegd. Veel bewogen tijd. Niet altijd even makkelijk geweest, vooral mentaal. Ik denk als je kijkt naar hoe het seizoen begon voor mij, met name de voorbereiding, dat ging heel voortvarend. Ik keek uit naar een mooi seizoen met dit elftal. En op een gegeven moment die lichte blessure tegen Sparta opgelopen. Toen dacht ik, oké, kleine drempel op de weg. Stelt niet veel voor. En op een gegeven moment begon ik last te krijgen van die Achilles. En dat ging eigenlijk van kwaad tot erger. Met alle goede bedoelingen ben ik ermee door blijven spelen. En dat heeft alles behalve zijn vruchten afgeworpen. Dat heeft alleen maar averechts gewerkt. En op een gegeven moment gewoon een zwaar ontstoken Achilles. Als je een overbelaste pees in principe weer belastbaar moet krijgen, dan kan het een heel langdradig, saai en vermoeiend proces zijn. Dus wat ik zeg, veel bewogen, emotionele rollercoaster. Maar het begint weer ergens op te lijken. Ja, even over dat mentale stuk. Wat deed het met jou om bijvoorbeeld thuis de wedstrijden te moeten kijken, geen onderdeel te kunnen zijn van de groep? Ik ben natuurlijk op een gegeven moment extern gaan revalideren, omdat dat denk ik mentaal gezien wat beter was en ik me voor de rest kon afsluiten. Ik niet elke dag geconfronteerd zou worden met het feit dat ik niet hetgeen kan doen wat ik leuk vind. Want ik weet niet of je hier het krachttonk hebt gezien. Als je op de fiets zit of op de loopband bezig bent, kijk je zo naar buiten naar het trainingsveld. En op een gegeven moment begon dat ook een beetje aan me te knagen. Dan mezelf kennende moet je jezelf denk ik een beetje, moest ik mezelf een beetje in bescherming nemen. Omdat de reden dat ik uiteindelijk zo lang geblesseerd ben geweest is omdat ik heel graag wilde en daarin niet altijd in eigen belang heb gedacht. En de kans zou alleen maar groter zijn als ik hier elke dag zou zijn en de jongens zou zien trainen. Dat ik op een gegeven moment zou zeggen van ik ga het weer proberen. Dan wanneer ik me daar volledig van af zou sluiten en me een beetje zou afzonderen eigenlijk. Voor mijn eigen bestwil. Maar ook gewoon voor de jongens, weet je. Ik denk ook niet dat zij erop zitten te wachten als ik hier elke dag met de lange smoer rondloop. Ik heb daar uiteindelijk bewust voor gekozen. En als je dan de wedstrijden kijkt, natuurlijk, je wilt zo snel mogelijk weer voetballen. Hetgene wat je normaal gesproken elke dag kan doen en nog steeds met heel veel plezier doet, dat wordt je eigenlijk een beetje ontnomen. En dat is heel frustrerend op z'n zachtst gezegd. Je bent nu al enkele dagen weer terug hier op Sundert. We zagen je net al even weer met een bal in de weer. Hoe voelt dat dan weer? Nou, dat voelt goed. Dit zijn niet mijn eerste veldtraining. Ik heb bij mijn eigen fysio de nodige veldtrainingen gedaan. Dat ging eigenlijk allemaal goed. Ik ga nu eigenlijk een beetje de laatste fase in. Dat is inhoud kweken en vooral steeds meer met de bal gaan doen. Want dat is ook weer een andere belasting. Als je van alleen maar lopen en wenden keren in één keer gaat naar 100 keer op de trainingen ballen, pasen met één been, bewijzen van. Dat is ook weer een andere belasting. Dus we gaan de tijd nemen. De bedoeling is dat ik hopelijk die laatste periode mee kan pakken. De play-offs uiteindelijk, daar spelen we voor. Dat ik gewoon klaar word gestoomd voor die fase, voor die periode. Want hoe ver ben je nu in je herstel? Wat ik zeg, het begint ergens op te lijken. Het lopen gaat goed. Ik moet zeggen, daarnet zei de fysio ook nog van, voor mijn gevoel beweeg je redelijk vrij. Dat voelt ook zo voor mij. Ik heb uiteindelijk met de trainers en met de technische, met de medische staf, sorry, gesproken. Wij willen gewoon de tijd nemen, wat ik zeg, inhoud kweken, zodat als ik dadelijk weer aan het echte werk mag beginnen, dus volledig meetrainen met de groep, hopelijk weer wedstrijden spelen, dat ik daar volledig klaar voor ben. Ik bedoel, of ik nou 20 wedstrijden mis of 24, het zijn er te veel. Dus. Maar als het dan een beetje een status mogen geven, voelt het dan nu alsof je na een zomervakantie weer terugkomt en weer opnieuw op gaat bouwen? Nou, zomervakantie duurt meestal geen 4 maanden, maar ik ben in ieder geval een tijdje eruit geweest. Ik ben voor mijn gevoel wel redelijk fit gebleven in de tussentijd. In de beginfase kon ik natuurlijk niet heel veel. Dus was het voornamelijk fietsen en cross trainen. Sinds 2 maanden ongeveer, kan ik weer echt het echte loopwerk doen. Dus dat eigenlijk zo'n beetje. Durf je er een tijd aan te koppelen wanneer je weer aansluit bij de groep? Ik heb voor mezelf wel een wedstrijd in gedachten waarvan ik zeg dat lijkt mij verantwoordelijk
Als alles goed gaat, als je niet tegen hobbels aanloopt of korte terugslagen hebt. Vooralsnog, de trainingen die ik doe, die zijn gewoon pittig. Vandaag ook weer. Maar de Achilles die reageert er goed op. Dus ik heb voor mezelf heb ik wel een wedstrijd in gedachten. Maar goed, daar moet je voorzichtig mee zijn. Hè? Want anders, als je die niet haalt, heb je dat weer op je dak. Dus we kijken het rustig aan. Als jij die wedstrijd in gedachten houdt, blijven wij hopen op een snelle terugkeer. Dat hoop ik ook. Dankjewel en heel veel succes nog met het verdere herstel. Dankjewel.